Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Assassin's Creed Unity aflevering hier op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven waren. Check die schaduw man. Holy shit, die schaduw ziet er vet uit. En ja, bedankt natuurlijk voor al jullie support op deze serie, want de support is natuurlijk weer echt gewoon enorm. Dus thanks voor iedereen die steeds de aflevering liked natuurlijk. En we gaan weer verder waar we gebleven waren, want we hebben zoals je kan zien nu ons wapen vast. Ons vuurwapen hebben wij vast. Ja, die messen en alles moet ik ook nog eens opnieuw kopen. Maar je kan dus zien dat we gewoon weer verder gaan. En ik zet denk ik weer even die knalert aan, want die vind ik leuk om te gebruiken. Dus, waar wij achter moeten gaan komen is natuurlijk hoe het nou gaat. Ontmoeting met Mirabeau. Mirabeau moet ingelicht worden over Germaans ware identiteit. Ga naar zijn stadsvilla en stel hem op de hoogte. Oké, okay, kom maar op. Ik ben er klaar voor. Maar het spel is natuurlijk super awesome. In de vorige aflevering hebben wij ook een rood pakje aangedaan. Dus dat rode pakje hebben wij nu ook aan. Ik weet niet of het heel mooi is, maar weet je, een andere kleur is natuurlijk altijd goed. Maar we moeten hier naar boven zien te komen. Alleen, zit er hier nog een trap? Hallo? Moet ik nog hoger? Ja, ik moet nog hoger. Oh, hier zit nog een trap. Ziet er ook raar uit. Moet je helemaal door andere kamers om naar een andere trap te gaan. Maar hier zit hij als het goed is. Als het goed is, zeg ik wel leuk. Maar blijkbaar is hij er dus niet. Want opeens krijg ik een cutscene. Maar weet je wat ik steeds zeg in deze serie? Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want ik wil weten hoe het verhaal verder gaat, man. Elise. What is this? I found him like this. I didn't. Of course not. But I have to report this to the council immediately. They'll know what to do. No! They don't trust me as it is. I'll be their suspect, first and last. You're right. Of course, you're right. What are we going to do? We find out what happened. Hij is dood, jongens. Hij ligt er wel mooi bij, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat is er gebeurd? Dat is de grote vraag. We kunnen het niet vertellen aan de raad. En oh... What is that? It's the weapon that killed your father. That's a Templar badge of office. What's it doing here? Painting a picture. Uh-oh. De Templiers hebben dit dus gedaan. Dat is niet zo mooi. Ze worden gewoon allemaal vermoord met dat vage klote badge ding, man. Kan ik hier nog meer onderzoeken of niet? Iets in de kast? Nee. Oh, jawel. Misschien wel. Even kijken in de kast. Misschien verstopt hij zich er wel in, maar blijkbaar niet. Poison. Let me see that. Aconite. Hard to detect unless you know what you're looking for. Popular with Templars, is it? With anyone who wants to get away with murder. But yes. Gaat lekker zo, Oh, ligt hier ook nog een boek. Even kijken in het boek. Looks like he was expecting a visitor. Who? Master Kema. Dan gaan we daar naartoe. Beschuldig. Wat? Templar poison. Templar pin. It looks damning. Ja, mevrouw. Bravo. You figured it out. My cunning plan was to murder the only assassin who doesn't want to see me dead, then stand about waiting to be discovered. Not the only assassin. You're right, I'm sorry. But you know this wasn't my doing. I believe you. The Brotherhood, though. Then let's find the real killer before they get wind of this. Okay, kom maar. Ja, alles wijst op betrokkenheid van de Templiers. Hier klopt iets niet. Ben je dat nou serieus? Daar was ik ook al achter, jongens. We moeten er echt een moordenaar gaan zoeken. Dus dat gaan we maar doen ook dan. Ik ben benieuwd. Dat zeg ik het weer, hè? Daar moet ik mijn kind mee stoppen, man. Ik wil gewoon weten hoe het verhaal verder gaat, man. Dat is gewoon het punt. Steeds gebeurt er weer iets raars. Dan gaat die vent weer dood. Dan gaat die vent weer dood. Dan wordt die weer vermoord. Weet ik veel wat. En steeds komen we niet verder. Dat er steeds weer iets anders gebeurt. Dus ik ben benieuwd. Nu zei ik het expres. Wie de moordenaar nu is.
Oké, Le Café Theater. We moeten naar de Assassin grot. Het hoofdkwartier. Want we moeten praten met meester Quamor. Ze hebben wel altijd leuke namen in dit soort spellen. Ik moet hier naartoe, jongen. Goed zo. Oké, kom erop. Ik ben benieuwd. Wat ze gaan zeggen. Zeg ik het weer, hè? Waarom zeg ik dat steeds? Ik ben benieuwd, jongens, wat ze gaan zeggen. Ik ben echt benieuwd, maar... Ik ben gewoon benieuwd. Benieuwd. Ah, wie is de moordenaar, man? Of het zijn de Templiers. Of misschien is het wel eentje van deze assassins. Dat kan natuurlijk ook. Misschien is het wel een assassin die hem heeft vermoord. Omdat hij natuurlijk Elise vertrouwde. En misschien... Greetings, citizen. Misschien is het wel de persoon die in de gevangenis zat. Dat kan ook nog eens. Die ons heeft geholpen natuurlijk. In de gevangenis. You never know, man. Dus kom maar op. Goedendag. Vriend. Ah, Monsieur Dorian. What can I do for you? Mirabeau is dead. Dead? Yep. Murdered. I knew this truce would come to a bad end. I'll have to summon the rest of the council to deal with this. Elise had nothing to do with it. I'll stake my life on that fact. Please, give me a little more time. I'll find the killer. Very well. You have until tomorrow morning. No later. Mirabeau was poisoned with aconite. Poison? Do I need to point out that that particular strain is a favorite of the Templars? You do not. Where might one acquire aconite in such strong concentrations? Any doctor could prescribe it in diluted form. I myself take a tincture of aconite from my heart. It's strictly regulated, of course. But I do know of an apothecary in Le Marais who's willing to overlook such petty legal matters. Thank you. Gaan we daar naartoe, hè? Dan gaan we daar naartoe. Oké, dan. Hij zei het ook al. Meester Kamar kent een lauwe apotheek die veel onder de toonbank verkoopt. Oftewel, niet volgens het boekje. Dus, daar gaan we nu naartoe. Maar we hebben tot morgenochtend. Ik dacht echt zo, hij zei morgenochtend. Dat houden ze in gewoon een paar uur. Ik weet niet hoe laat het nu is in dat spel. Maar als ik zou moeten ontdekken wie de moordenaar is, dan heb ik wel een paar meer dagen nodig. Weken nodig om... hem te vinden. Maar dat maakt niet uit. We hebben tot morgenochtend, dus we gaan hem vinden. We moeten nu natuurlijk naar de apotheker toe. Jazeker, de apotheker. Hypotheker. En dan gaan we kijken wat hij zegt. Want hij geeft dus mensen dat gif. Onder de toonbank. Illegaal. Of niet volgens het boekje. Dus als hij iets leuks te zeggen heeft, dan moet hij het gaan zeggen ook. Want anders vermoord ik hem gewoon. Vermoord gewoon iedereen. Dus kom erop, apotheker. Ik weet niet precies waar die zit dan. Hoe ver is die? 300 meter verderop, sowieso. Dan gaan we daar maar naartoe, hè. Oké, er staat hier ook een kistje binnen. Dus die openen we eerst eventjes. We komen er toch langs namelijk. Dan moeten we gaan onderzoeken wie de moordenaar is. Ik kan meteen eventjes mijn KV upgraden. Want ik heb nu genoeg geld er natuurlijk voor. Dus... Mijn vriend, ik wil eventjes mijn ding upgraden als je het niet erg vindt. Even kijken, begaandegrond hadden we gedaan, de hal hadden we gedaan. Nu gaan we de buitenkant renoveren. Oké. That well's been disused for years. It'll be nice to have fresh water again. Oh, kijk eens aan. Tadaa, hebben we meteen een opening ook. Was dat serieus alles? Dat kon je zelf toch ook wel doen? Je kon gewoon het luikje openen. Oké, het zal wel. Kijk, ik ben hier weg weer. Kan ik hier in? Oh, kan er niet in. Wat valt hier erin? Dan ben je dood, denk ik. Oké. We moeten naar de groene stip. We konden hem ook beschuldigen daar onderaan. Maar ik ga hem in ieder geval nog niet beschuldigen. Want ik weet het nog niet zeker. Dus we rennen eerst even naar de apotheker toe. En dan gaan we kijken wat hij te zeggen heeft. En ik beschuldig die vent waar we net mee praten in ieder geval nog niet. Want dat kon ik wel doen. Alleen... Dat ga ik nog niet doen. Dus eerst even naar de apotheker toe. Hallo. Mooi bruggetje hebben jullie gebouwd, jongens. Hij zit er ook lekker bij. Bye bye, boys. Bye bye. Zo. Tot de volgende keer maar weer. De misdadigers probeert ook steeds weer opnieuw en opnieuw, hè. Maar het gaat ze toch niet lukken. Ik heb ook even zin om deze te vermoorden, als je het niet erg vindt.
Zo. Klaar is Kees. We zijn nu weer weg. Oké, okay, we zijn bijna bij de... Hé, hey, Elise! I think I can handle a lone druggist. Wil je mee? Kom maar mee hoor. Kom dan. Dan niet. Oké, okay, we doen het zelf. Hallo. Oh, ze komt nog echt mee ook. Bonsoir. I wonder if you might not again. Wat gaat hij nou doen? Well played. Wait. Damn you, come back here. Gaat hij nou serieus voor ons wegrennen? Slow down. Wat is dit voor lul? Oké, okay, we moeten hem onderuit halen, want hij rent voor ons weg, man. What the heck? Nee, nee, je moet niet voor me wegrennen. Ik wil alleen wat vragen. Hé! Hey! Ik wil wat vragen, vriend. Hij gooit nog allemaal shit op ons ook, joh. Hé! Hey! Vriend! Oh my god, hij is nog echt bang op die lul. Aan de kant, mensen. Verklein de afstand tot je doel, weet je? Hoe de fuck, man? Ik ben de opening aan het zoeken. Kom op, ren door, vriend. Kom hier! Waar gaat hij nou naartoe dan? Hij gooit allemaal smoke grenades. Dan moet ik door die smoke grenades moet ik de ingang zoeken. Oké, okay, hier kunnen we door. Zo. Altijd handig dat Arend's oog om even aan te zetten. Hé, hey, gozer! Hoe kan die vet zo fucking snel zijn? Oh, hij loopt hier. Found you, bitch. Kom dan. Zo, we hebben hem hoor. Kijk, ik wil alleen wat vragen. Als je nou rustig doet, dan kan ik ook wat vragen. Ik weet niet of hij rustig wil doen. Ik hoop niet dat hij weer wegrent, want dan moet ik weer de achtervolging inzetten. Hij gooit ook allemaal smoke grenades, man, die vent. Hij blokkeerde de ingang, zeg maar. Dus ik moest de ingang gaan zoeken door de smoke grenade heen. Maar wat heeft hij te zeggen? Please! I've never told anyone. I did just as you said. What are you talking about? You're with the other one, aren't you? The hooded man. Tell me about this other one. Who is he? I don't know. I never saw his face. Is dat die? To kill me if I didn't give him the poison. I didn't ask questions. I keep only a small quantity in stock. He took that straight away, but he told me where to drop off the second dose. Second dose. Here. That's all I know. I swear it. Go on then. Think of this as a wonderful story to frighten your grandchildren with. Well? You were right. He gave our mysterious killer the poison. And he said the killer wore a hood like mine. Well, there are shades of grey in every good story. Volgens mij is het. We stonden toch. We stonden in die kelder. Volgens mij is het die gozer met die kap op. Want toen konden we zijn gezicht ook niet zien. This is where the apothecary delivered his wares. What are we waiting for? Oh, ze hebben zin in. Volgens, want we stonden namelijk in die kelder toen om in dat gebouw om af te luisteren natuurlijk. En toen zagen we ook iemand met zo'n kap op. En dan konden we het gezicht ook niet van zien. Dus ik denk dat het hem is. Maar ja, wie is hij? Dat is de grote vraag. Elise die is alweer vandoor gegaan. Ik weet niet waar ze is. Oh, ze is alweer helemaal weggerend, joh. Nou, die heeft er ook geen zin meer in. Ik ga eventjes een assassin missie hier tussendoor doen. Want die vrouw die staat hier zo mooi. En dan krijgen we 1400 voor. Oeh, nee, dat vind ik wel goed. Dat accepteren we wel even, want dat is 1400, man. Dat is veel. Ik ben Chevalier de Jong. Master swordsman. Huh? Diplomat. En soms spy. Is dat nou man? Do not be confused by my attire. I simply prefer to clothe myself in female garb. It is a little confusing. Ik neem even wat afstand, vriend. You are an assassin. I'm hoping you can help me, but first, I'd like to ensure that you're the man for the job. There are several swordsmen who will test your acumen. Challenge each of them and draw first blood. And watch you don't step on my dress. Ik zal mijn best doen. Vecht tegen de duelisten. 0 van de 5. Nou, waar zijn ze dan? Kom vechten dan, jongen. Oh. Oh, hij loopt er hierheen. Hé, vriend, kom je? Waarom loopt hij helemaal daar dan? Kom naar me toe dan. Oh, ik moet even praten. Hallo. Goedendag. But of course, my friend, a duel it is. I'll serve as a second to both of you. Oh, ik wil niet wegrennen. Ik wil met hem vechten. Kutzooi. Dat was niet de bedoeling, maar oké. Okay. Kom maar. Wow! Jammer, jongen. Uit de ring. Je bent uit de ring. Je bent gedisqualificeerd. Mispoes. Oh, hij ramde me bijna, jongen. Maar toch niet helemaal.
Even trappen die gozer. Trappen. Ah, oh, kut, die was raak. Au, die ook. Oké, okay, die niet. Kijk uit, mevrouw. Oh ja, we hebben hem. Dankjewel. Dankjewel. Oké, dat is één. Nog vier te gaan. Ze worden volgens mij steeds sterker, heb ik het gevoel. Dus deze was toch een beetje makkelijk. Alleen we beginnen uit de ring. En deze die wordt dus waarschijnlijk wat moeilijker. Hallo jongens, hallo. Lekker aan het lezen, mooi zo. Oké, okay, goedendag. Are you ready, mate? Oh my. A duelist, are you? How amusing. Oeh, die heeft zo'n lang wapen, kut. This man will judge the hits. I have an appointment presently. But this shan't take much time. Ja, denk ook niet, nee. Damn traitor! Oh shit, hij valt twee keer achter elkaar. Oké, twee keer achter elkaar. Kom dan. 1. 2. Oké, nu aanvallen. Nee, 3 keer! Holy shit! Oké, we hebben hem. We hebben hem nu. Trappen. Lekker, trappen. Nee! Auw, die deed pijn. Wat? Missie mislukt! Wat? Ik wil nog een keer. Nee! Nu heb ik... Ah, ik heb hem nu gefaald. Ik wil hem nog een keer proberen, want ik vind hem leuk. Ik weet nog niet hoe die vent aanvalt, joh. Oké, okay, jongens, we proberen het nog een keer. En nu moet hij niet omhoog. Ik moet hier fucking door het raam heen. Zo ja, goed zo. Kijk, ik wil het nog een keer proberen, man. Allemaal aan de kant. Ik heb wel kaart geraakt, doe, maar we zijn nu weer geheeld. Oké. Okay. Ik wil nog een keer proberen. We moeten weer praten met die vieze. Hallo, daar ben ik weer met je mannenstem. Nog een keer, ik wil hem nog een keer doen. I am the Chevalier. Ja, dat weet ik nu wel. Ga je dat nog een keer zeggen? Oké, dankjewel. Ze is al klaar. Of hij is al klaar. Weet ik van wat het is. Het is al klaar. Ik weet het ook niet. Oké, hier, kom. Kom. Nog één keer. But of course, my friend. A duel it is. I'll serve as a second to both of you. Jammer, jongen. Zo, dat is één keer geraakt. Dan valt hij nu aan. Lekker. Valt hij nu weer aan? Val aan dan. Jammer jongen, je bent in de hoek gedreven. Ja, dat is kut hè. Valt hij nu weer aan? Val aan dan. Oh kut, je moet hem niet opbergen. Je moet hem aanvallen. Kom maar. Kut zo, daarom pak je zijn wapen nou niet, die lul. Oké, we hebben hem. Dat is één. Oké, op naar de volgende. Dankjewel. Aan de kant. We have a champion. Ik ben al weg hoor. Ik vind het wel leuk dat ik een champion ben, maar ik moet er nog vier. Oké, deze heeft dat lange wapen. En hij valt dus 3 keer achter elkaar aan. Dus ik hoop dat we 3 keer kunnen wegrollen. Of we moeten gewoon een counterattack doen. Oh my. A duelist, are we? How amusing. This man will judge the hits. I have an appointment presently. But this shan't take much time. Nee, net duurde het ook niet lang, nee. Zo jongen, deze vent is echt goed. Hij valt fucking random aan namelijk. Oh! We hebben hem bijna. Nog één keer. Nu hebben we hem. Ja hoor. Lekker voor je. Bitch, deze keer hadden we jou. Oké, tot de volgende keer maar weer. Zo, hoppatee. Oké, kunnen we hier weer naar beneden? Hop. Dode boodschappen zonder gezien te worden, maar hij zit in de muur, jongens. Oh, dat is de verkeerde die ik nu vermoord. Oeps. Ik moet hem vermoorden, hem. Hoe kan ik hem vermoorden? Hij zit... Zal ik je er even uitduwen, of niet? Oh, het zal wel. Oké. Op naar de volgende duelist. En hoop ik dat deze een beetje een normaal wapen heeft. Ik weet niet wat hij heeft, maar... Zullen we snel genoeg zien. Wat heb jij voor wapen? Oeh, wat de heck? Nee! Ah, oh, excited, ze worden steeds beter. Oké. Okay. Dit gaat moeilijk worden, jongens. Maar ik doe mijn best. Oké, top. Ja, ik ook wel met zo'n wapen. Wat de heck? Hij pakt zijn wapen niet. Wat de heck? Wat gebeurt er? Volgens mij is hij geglitst of zo. Wat de... The challenger wins. I will not yield. Cease. The fight is over. Rubbish. To the death. Wat de heck, wat gebeurt er? Oh, hij wil nog een keer vechten. Nou, die voor je. Dan maar to the death, hè. Dat is je eigen schuld, jongen. Maar... Volgens mij was hij geglitst, maar oké, okay, ik heb gewonnen. Niet zo eerlijk gewonnen, maar ik heb gewonnen, jongens. Tot de volgende keer. Oké, okay, volgend duel. Wat waard is dat?
Dat is hier. Oké, dan gaan we hier doorheen. Jongens, ik moet er door. Oh, hek is dicht. What the fuck? Wie verzint dat nou weer? Zo. Oké, op naar de volgende. Die is weer wat sterker dan. Dood de misdadiger, wacht even dan. Fuck jou, vriend. Zo. Tada! We helpen iedereen mooi. Je hebt een set menigte evenementen voltooid. Je hebt één op maat gemaakte jagerskap gewonnen. Of gekregen, of verkregen. Weet ik veel wat er stond. We hebben volgens mij echt één grote omweg, maar oké, dat maakt niet uit. Waar is die? Oh, hij staat daar. Awesome. Goedendag. Ik wil je graag aanvallen, vriend. I accept your challenge, upstart. Oké, mooi zo. A duel it is. I shall be your second, Alphonse. I'll adjudicate. I was first in my class at the School of Gentlemen Cadets. Indeed he was, and well deserved. You've been warned. Die voor je vriend. Nou lekker, je staat eerste, maar je bent nu alweer aangevallen. Wat? Zijn ze nou met z'n tweeën? Ze gaan met z'n tweeën tegelijk aanvallen, die Mongolen. Oh, hij valt aan! Oké, dat is één. Oh! Oh, wat een afweer. Wat een fucking afweer, jongen. Zo, die is down. En die andere is ook down. Nou, dat was nummer vier. Nog één te gaan. Ah, nu gaat hij lekker, jongens. Nog één. 120 meter verderop. En die gaat er ook aan. Als we nu falen, dan zal het best wel kut zijn bij de way. Want dan hebben we natuurlijk alles gefaald. Hallo jongens, aan de kant. Mooie tuin dit, jongens. Prachtig. Heel mooi. Oprotten. Zo. Oh, ik moet weer... Moet ik nou met haar vechten? Of met hem vechten? Of met het vechten? Surprised? As a final test, you must match yourself against the best. Dan gaat je jurk eraan, hè? I am one of Europe's greatest swordsmen. Or swordswomen, for that matter. Zo! Zo! Kom hier, bitch! Hier, die voor je. Dan gaat je jurk eraan, vriend. Au! Au! Oh, bitch! Kom maar hier, het figuur. Ik weet niet wat je bent. Nee! Niet mij aanvallen. Kom hier. Ik ga er aan, jongen. Val aan dan, val aan dan, val aan dan. Mispoes! Jammer! Tada! You have bested the best. Dankjewel. You need bend your knee to no one. Man or woman. Goed, hè, voor mij. Mag ik nu mijn geld? Heb ik mijn geld? Yay! 1400 erbij. Thank you. Dat was nog even leuk. Oké. En nu gaan we kijken wie de moordenaar is. Hé, je bent klaar met vechten, hoor. Je kan je wapen, kan je wegbergen. Maar... Nou, dan blijf je staan. Ook goed. Oké, de missie die zit deze kant op. Want we moeten natuurlijk kijken wie de moordenaar is. Dus we gaan weer verder waar we gebleven waren. Alright. We hebben even wat geld verdiend. Dat is altijd welkom natuurlijk. Hoe meer geld, hoe beter. Dan gaan we weer door die mooie tuin heen. Hallo jongens. Hallo, hallo. Even freerunnen. Hop. Hoppatee. Zo doen we dat. Hé, er lopen hier allemaal kippetjes. Wat zijn het? Dat zijn geiten. Kippetjes. What the fuck? Is dat nou scheid of is het nou eten? Even zonder... Ik weet het niet. Ah, het zal ook wel. Oké. Op naar de missie. Er doorheen. Oh, dood de misdadiger. Nog een keer. Dat moet ik wel vaak doen hier. Kom hier, vriend. Oké, okay, hij is down. Hij is down. Weg hier. Doei, doei. Niet schieten alsjeblieft. Hier. Ga maar met deze vechten. Ga met deze vechten. Hier, hier, hier. Hey, vecht met deze. Vecht met die. Vecht met die. Oké, okay, dat doen ze dus blijkbaar niet. Vecht nou met elkaar. Niet met mij. Hier, nog meer. Hier, vecht met deze. Vecht met deze. Als het goed is, gaan ze met elkaar vechten. Dat is dat hoop ik. Nee, ze blijven achter me aanrennen. En dan ga ik hier doorheen, zo. Zo. Hier doorheen. Zo. Zo, dan klim hier zo omhoog. En dan zijn ze me kwijt, denk ik. Ongeveer. Kan je hier omhoog klimmen, vriend? Oh. Ja, dat was een goede weg om omhoog te gaan, Jan. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Kan je hier omhoog dan? Nee, dan pak je hem weer vast. Lul, dat moet je dus niet doen. Laat maar zitten dan. We gaan met onze missie toe, hoor. Aan de kant. Zo. Hoe ver is die missie eigenlijk? Want ik zit wel leuk er naartoe te rennen, maar... Oh, we zijn er bijna. Oké. Okay. Ik dacht al, hij zal toch wel een beetje dichtbij zijn. Maar we zijn er al bijna over 300 meter. Dus dat is... hij is zo gepiept.
Zo gedaan. Staat hier nog een kistje ook? Kan ik die openen? Nee, nog niet. Oké. Je krijgt maar $400 voor om deze missie te voltooien. Dus die doen we maar even niet, hè. 400 hoef ik niet. Ik wil wel wat meer ervoor. Hé, hey, jongens. Alles goed? Kom achter me aan, jongens. Ah, dan lopen er hier nog meer. Kom maar achter me aan, jongens. Kom maar. Hier, knalert. Hier, vang die maar op. Pew, pew. Hoi. Vuurwerk. Dood de boodschappen zonder gezien te worden. Oh. Zo. Zo. We zitten even iedereen uit de moorden hier. Maakt niet uit. Niemand heeft ons gezien, jongen. We gaan gewoon weer door. Niks aan de hand. Niemand heeft het gezien. Hé, hey, hoedjes. Alles goed? Ja, mooi hè, zie ik eruit. Prachtig hè. Oeh. Sexy hè, kijk. Oeh, kijk mijn wapen. Check. Hallo, hallo, hallo. Ik liet alleen mijn wapen. Rustig, ik liet alleen mijn wapens. Ah, sorry hoor. Sorry hoor. Ik moet nog eens mijn wapen laten zien hier ook. Oké, we zijn er bijna nog 100 meter. We lopen even om dit gebouw heen. Daar lopen namelijk allemaal soldiers in, dus ik heb geen zin om een gevecht aan te gaan. Dus we lopen er even omheen. Althans, eromheen lopen, dat duurt wel... What the fuck, dit is één groot kasteel, man. Maar we zijn er bijna, hier kunnen we namelijk naar links toe en hoppatee. Oh, maar de missie zit erin, hè. Oh fuck, dan moeten we alsnog naar boven. Oké, dan moeten we dus alsnog overheen. Aan de kant, vriend. Zo. Dan gaan we even omhoog klimmen, hè. Ik wist niet dat de missie erin zat, dus ik wilde er omheen lopen, alleen dat gaat niet lukken dan. Zo. Zo. Het is natuurlijk van de Tempeliers dit, dus... Kijk eens aan. Dit is een vier ruiten missie. En middenboos moordenaar heeft een spoor achtergelaten. Volg het en breng de moordenaar voor het gerecht. Kom erop. I'm ready for it. Ik ben benieuwd wie het was namelijk. Of het was een assassin, of het was een templier, of het was gewoon een random iemand. What do you hope to find here? This is where the apothecary says he delivered the poison. I'm hoping I can pick up a trail and follow it back to the source. Pick up a trail. Are you a bloodhound now? Zijn op zij het wel gedaan. Something like that. Oh, het spoor gaat hier naartoe. Volg het spoor. Even deze alarmbel uitschakelen. Hoppatee. Zo. Oké, ze moeten het spoor blijven volgen. Hier gaat het spoor naartoe. Zo rennen we er maar achteraan, hè. Kijk, oeh, hij gaat hier naar boven. Zo. Ja, jongen, hij gaat naar boven. The trail ends here. Nee, hij gaat naar boven. Are you sure? I'm sure. No. Wait here. Don't be ridiculous. I'm not letting you go in there alone. Sst. Elise. I have to do this myself. Please. I understand. You'd better come back to me. Ik neem zijn hoofd wel mee. Voor jou. Is dat goed? Mooi zo. Oké, we moeten hier naar boven, want het spoor dat eindigt hier. Dus we gaan kijken. Do what you must. Zoek de moordenaar. Ja, dat zal niet zo moeilijk worden, denk ik. Oké, hier kunnen we blijkbaar niet naar binnen. Dat is het dicht, hè? Ja. Oké, dan moeten we een andere weg gaan vinden, jongens. Oh, hij gaat nog omhoog. Hij gaat nog verder omhoog, joh. Oh. Oké, dan moeten wij ook nog wat verder omhoog gaan, hè? Oeh, je ziet hoe die klimt. Dat is wel awesome. Dan weet je precies nu ook zelf hoe je moet lopen. Dat staat natuurlijk altijd wel lekker. Oké. Maar hier dus ook weer omhoog. Je moet hier omhoog, vriend. Lul. Nee, niet daar omhoog. Hé, ook niet daar. Je moet
Hier omhoog. Goed zo. Het duurde even, maar hij snapt hem. Oké, dan moeten we daar opspringen blijkbaar. Ja, goed zo. Kijk, gaat hij helemaal naar boven? Ja, gaat hij naar boven. Oké. Dan gaan we ook naar boven, hè? Oh, kijk, daar is hij. Hey, ouwe vriend, wie is het? Wie is het? Ik zei het, is hij! Ik zei het je! Ik zei het, jongen. What happens now? You poisoned Mirabeau. He poisoned us. Peace with the Templars is a fairy tale. And you're the only one who can save the Brotherhood? You think it's the first time this has happened? The first time that the assassins have been forced to purge their leadership? The first time that the Order has built itself back up from nothing to power? No. Masyaf, Monteriggioni, the American colonies. It's all happened before, and we have risen anew, stronger than ever. But now, we've lost our purpose, Arno. We mired ourselves in politics and revolutions, but we're not a nation. We're an army. And in an army, making peace with the enemy is called treason. No. I'm not the only one that can save the Brotherhood. We can. Together. Alec. You know I can't do that. That's a pity. Oeh. Oeh. Elise, kom even helpen. Belek. Oké, mensen. Ik ga hem hiermee wel afsluiten. We moeten met hem gaan vechten. We gaan hem vermoorden. En ik zei dat het Belek was. Dus, als jullie hebben genoten van deze aflevering, ram dan natuurlijk op die like. En op volgende aflevering vermoorden we hem. En dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten. Morgen zijn we terug. Ram die like knop. En tot morgen. Bye bye, mensen.